Google Foto's beheert uw fotoverzameling. Daarvoor maakt Google Standaard een aantal albums aan, gebaseerd op kenmerken zoals locatie of onderwerp. Dat maakt het gemakkelijker uw foto's terug te vinden. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf foto's bundelen in een album. Hoe? Dat laten we in deze video zien. Wij zijn met ons Google-account ingelogd op foto's.google.com. Standaard ziet u nu het overzicht van uw foto's, geordend naar datum. De recentste foto's staan bovenaan. Klik linksboven op de drie liggende streepjes. Het hoofdmenu klapt uit. Klik hierin op Albums. Nu ziet u een aantal mappen zoals Gedeeld, Plaatsen en Dingen. De mappen zijn automatisch aangemaakt door Google en of ze gevuld zijn of niet hangt af van uw fotocollectie. De mappen ordenen uw foto's zodat u ze gemakkelijker terug kunt vinden. Zo vindt u in de map Plaatsen uw foto's geordend op locatie en ziet u in één oogopslag welke foto's u hebt gemaakt in Singapore of Ieper. En de map Dingen ordent uw foto's op onderwerpen als bloemen, meren of bergen. Uw foto's staan automatisch in deze mappen. U zet ze er niet zelf in. Wat u wel kunt doen, is naast de bestaande albums een eigen album maken. U bepaalt zelf welke foto's u hierin zet. Klik op het plusteken rechts van de zoekbalk en klik vervolgens op Album. Klik op de foto's die u in het album wilt plaatsen. Klik daarna rechtsboven op Maken. Typ nu een naam voor het album, bijvoorbeeld Architectuur. Klik linksboven op het vinkje. De map is nu aangemaakt. Keer terug naar het overzicht via het kleine pijltje linksboven. U ziet dat de map Architectuur onder de bestaande mappen van Google staat. Maakt u meer eigen mappen, dan worden die allemaal op deze pagina zichtbaar.